Vandaag is het maandag en op maandag hebben we vis van de week. De vis van de week voor deze week is de Pterophyllum scalar. Ofwel, kort gezegd, maanvis. Ik veronderstel dat ik een aantal keer zal maanvis gebruiken in plaats van Pterophyllum scalar. Omdat het voor mij nog redelijk moeilijk is om mijn tong in 47 bochten te gaan draaien, 4 knobbels erin te gaan leggen en dan uiteindelijk de naam te gaan uitspreken. Ik zal dus waarschijnlijk vooral maanvis gebruiken. Hallo Sunshiners, welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine Valley. Mijn naam is Dominique Maas, met mijn kanaal is de bedoeling om zoveel mogelijk gratis begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to-the-point informatie te geven over het houden van aquarium naar jullie toe. Vandaag is het maandag en op maandag hebben we vis van de week. De vis van de week voor deze week is de Pterophyllum scalar. Ofwel, kort gezegd, maanvis. Ik veronderstel dat ik een aantal keer zal maanvis gebruiken in plaats van Pterophyllum scalar. Omdat het voor mij nog redelijk moeilijk is om mijn tong in 47 bochten te gaan draaien, 4 knobbels erin te gaan leggen en dan uiteindelijk de naam te gaan uitspreken. Ik zal dus waarschijnlijk vooral maanvis gebruiken. Wat kunnen we vertellen over de maanvis? We gaan het hebben vandaag over de beschrijving van waar komt maanvis. Hoe komen we in godsnaam aan de naam Pterophyllum scalar? Wel, dat zal ik jullie uitleggen, maar daarnaast zal ik jullie natuurlijk veel meer uitleggen. Waar is de origine van de maanvis? Waar kunnen we ze gaan vinden in het wild? Welk aquarium heb ik nodig? Welke waterwaardes heb ik nodig? Hoe gaat de kweek van de maanvis? Wat verwachten ze van voeding? Wat is het karakter? En dat soort dingen meer. We gaan het allemaal bespreken vandaag. Wel, het eerste deel van Pterophyllum komt van het Grieks, namelijk van Pteron. Pteron kan je gaan herkennen door dit Griekse symbool, die ik zelfs niet zal proberen om uit te spreken. En dat betekent zoveel als vin of zeil. Het tweede deel, Phyllion, komt van het Grieks eveneens. Het Griekse symbool zie je daarvan nu in beeld en dat betekent zoveel als blad. Dus eigenlijk is de Pterophyllum scalar de bladvormige vinvis. Of de bladvormige zeilvis, als het ware. Uiteraard, als we kijken naar Pterophyllum scalar of maanvis, kunnen we daar heel duidelijk ergens wel een blad in gaan inbeelden. En op die manier zijn we gekomen tot de naam Pterophyllum scalar, of dus maanvis. Nu, onder de groep Pterophyllum zijn er nog een aantal andere, namelijk bijvoorbeeld de Leopoldi, de Eimekei en noem maar op. Dat zijn allemaal andere vissen. Ze zijn ook redelijk anders van vorm. Als we bijvoorbeeld de Pterophyllum altum nemen, dan gaan we daar een hele duidelijke knik ongeveer ter hoogte van de neus gaan zien. Een knikneus, een webneus, noem het whatever you want. Maar uiteindelijk komt het daar wel op neer dat we ze op die manier kunnen gaan onderscheiden. Ook in de streeptekening zit er een redelijk groot verschil. Ik ga vandaag mij vooral toespitsen op de maanvis, hoewel eigenlijk bijvoorbeeld de altum in bepaalde lijnen ook wel te houden valt, net zoals de maanvis. Er zijn wel redelijk wat kanttekeningen bij, maar laat ons zeggen dat ze in hele grote lijnen, hele ruwe lijnen, wel overeenkomen met elkaar. Nu we de beschrijving hebben, gaan we even gaan zoeken waar we de Pterophyllum scalar of maanvis kunnen gaan terugvinden op de wereldbol. Nu, maanvissen kunnen we vooral gaan terugvinden in Brazilië, Colombia, Guinea, Suriname, Peru, Frans-Guinea, een heel uitgestrekt gebied dus uiteindelijk. Uiteindelijk kunnen we ze daar gaan vinden, onder andere in rivieren als de Amazone, maar nog in veel meer andere rivieren. Ze leven vooral in traagstromend water. Dit kan blackwater zijn, iets minder voorkomend, en clearwater zijn, iets meer voorkomend. Aquarium voor een maanvis. Waaraan moet die voldoen? Hoe groot moet die minstens zijn? Per hoeveel moeten we ze gaan houden? En dat soort dingen meer. En we beginnen bij het aquarium.
Dit onderdeel zal ongetwijfeld bij heel veel mensen een hoop frustratie teweegbrengen, omdat daar heel veel verschillende normen en waarden worden gehanteerd. Voordat we overgaan naar deze normen en waarden, zou ik heel graag van jullie weten, als je al ooit maanvissen hebt gehouden, hoe groot was het aquarium waarin jij ze gehouden hebt? Vergeet zeker en vast niet om de 3 afmetingen, lengte, breedte, hoogte te gaan vermelden, omdat die heel belangrijk kunnen zijn. Er zijn daar heel veel richtlijnen over te vinden op internet en die richtlijnen zijn vaak meer frustrerend voor iemand die wel gaan beginnen met de maanvissen, omdat ze gewoon in allerlei verschillende vormen en formaten zouden kunnen gehouden worden. Soms hoor je 1 meter op 50 centimeter op 50 centimeter, lukt prima voor de maanvis. Anders hoor je 1 meter 20 is wel de minimale maat en op zijn minst 60 centimeter aquariumhoogte. En nog anderen zeggen minstens 1 meter 20 en minstens 60 centimeter waterhoogte. En ga zo maar door. Er zijn heel veel verschillende normen die gehanteerd worden. Ik zal proberen, naar mijn eigen bescheiden mening, de minimummaten te gaan geven van wat ik zelf als absolute minimum voorkeursmaat zie. Wat bedoel ik daarmee? Kan je ze kleiner gaan houden dan wat ik zeg? Ja, absoluut, het zal ongetwijfeld wel lukken. Echter ga ik van een iets veiliger optie uit als je ze houdt in de maten die ik zelf zeg, zal je zeker en vast op dat vlak geen problemen hebben om de maanvis te gaan houden. Naar mijn eigen mening dient jouw aquarium minstens 1,20 meter te zijn en 60 centimeter aquariumhoogte, waardoor we ongeveer aan 53 centimeter waterhoogte zitten en 120 centimeter lang. De diepte is echter ook heel belangrijk, vind ik persoonlijk, voor het aquarium. Voor alle duidelijkheid, diepte is van de voorkant tot de achterkant, vind ik minimaal 50 centimeter absoluut belangrijk. Voor de mensen die nu eventueel overwegen om altums te nemen, hoewel het gaat in dit geval over de maanvis. Als je overweegt altums te nemen, ik heb vroeger nog wildvang altum gekweekt aan een vrij hoog tempo. Altums hield ik zelf altijd minimaal in minstens 65 centimeter waterhoogte, minstens 1,20 meter lengte van het aquarium en minstens 60 centimeter diepte van het aquarium. Dat is waarop ik ze hield. Kan het met minder? Ja, maar ik zou als advies geven om het wel degelijk op die maten te gaan doen, zodat je toch wel redelijk zeker bent dat die hele grote joekels, die wel 30 centimeter hoog worden, toch zeker en vast voldoende plaats hebben om te gaan bewegen. Verder moet het aquarium voorzien worden van meer dan goede filtering, omdat we ze meestal in veel te veel aantallen gaan houden binnen ons aquarium, maar ook omdat het eigenlijk wel redelijke vervuilers zijn. Heel belangrijk, naast een goede maat aquarium, ongeacht welke richtlijn je volgt, maar neem gewoon niet diegene die makkelijkst is voor jou, jouw vissen tellen op dat ogenblik. Dus naast het aquarium is het zeker en vast ook belangrijk dat we een heel goede filtering gaan hebben. Hele felle belichting vinden ze niet fantastisch leuk, dus daar zou ik zeker en vast mee gaan opletten. Ga niet te fel gaan belichten. Heel vaak moet ik de opmerking maken naar mensen toe van kijk, jouw maanvissen, altums, jouw pterofilums zitten onder een veel te felle belichting. Ze hebben bijna nood aan zonnecrème om tegen de belichting te gaan kunnen. Veel te felle belichting kan resulteren in stress bij jouw vissen. Hoe kan je belichting gaan verminderen? Ofwel natuurlijk door minder lampen te gaan steken, door jouw ledlampen te gaan dimmen of door te gaan zorgen voor wat drijfplanten. Drijfplanten vinden ze op hun beurt ook wel weer heel leuk om daaronder te gaan zwemmen, daaronder te gaan bezig zijn. Bovendien zullen de meeste drijfplanten er ook voor zorgen dat je waterkwaliteit een stuk beter blijft. Je waterkwaliteit een stuk beter blijft, welke waterwaarden heeft jouw maanvis nu nodig om goed in zijn vel te gaan zitten? Waterwaarden kunnen we alvast zeggen dat de maanvis eigenlijk niet zo heel fantastisch super kieskeurig is. Alles wat een pH heeft tussen de 5,5 en 7,5 is
absoluut prima. Ik zou daar als advies geven, probeer ergens rond die 6,5, 7 te hangen. Dat is meer dan voldoende. Niet te hard water, dus geen carbonaathardheid zoals wij hier uit de kraan krijgen van 17 kH. Maar probeer daar toch wel naar het iets zachtere water te gaan. Ik zou zeggen, als je een kH hebt ergens tussen de 4 en de 8, is dat gewoon perfect water om een maanvis in te gaan houden. Nitriet en ammonia uiteraard zo dicht als mogelijk bij 0. 0 is normaal gezien niet mogelijk, dus zo dicht als mogelijk bij 0. Qua nitraten, gewoon alles over één en dezelfde kam. Bij alle andere tropische vissen gaan gooien. Als je onder de 25 blijft, dan ben je prima safe. Dus onder de 25 ppm nitraat is prima ook voor een maanvis. Desalniettemin, hoe lager die waarde is, hoe meer jouw maanvis zal de neiging hebben om beter te gaan kleuren en hoe sneller hij zal groeien. Qua temperatuur, ergens tussen de 24 en de 30 graden is allemaal prima voor hen, maar ik zou alvast gaan zeggen, ga ze niet gaan houden op 30 graden, tenzij je voor een of andere reden niet anders kan. Als je ze houdt op 30 graden, zal de levensduur een pak gaan verminderen. Als je ze houdt op die 24 graden, zal die levensduur gaan verminderen. Ik zou zeggen, probeer ergens jouw temperatuur 5, 6, maximaal 27 te gaan instellen. En dan ben je zeker van dat de maanvis het zeker en vast zal op prijs stellen. Wat eet een maanvis? Vrij eenvoudig. Als het in zijn bek past, dan vreet hij het gewoon op. Het zijn echte varkens, ze vreten alles. Gaande van kleine visjes die in hun bek passen, in 1, 2 of in 3 keer desnoods. Droogvoer, granulaat, korrels, vlokken, diepvriesvoer, allerlei soorten diepvriesvoer. Rode, witte, zwarte mug, Artemia, Tubifex, smeerlapperij als runderhart. Het gaat er gewoon allemaal in. Ze eten dus echt wel alles. Op zich zou ik dan eerder gaan als advies geven, probeer een goed kwalitatief droogvoer te geven, af en toe eens aangevuld met wat snoep genaamd diepvriesvoer of levend voer, en dan zal je zeker en vast qua dieet niet verkeerd gaan zitten bij jouw maanvissen. Wat heel vaak vergeten wordt, en wat heel spijtig is dat het zo vaak vergeten wordt, is om te gaan zorgen voor wat groenvoer. Ga een blaadje spinazie gaan blancheren en gaan geven aan jouw maanvissen. Zodra ze doorhebben hoe ze dat blaadje moeten gaan verscheuren, gaan ze er met alle plezier van eten. Waarom geef ik nu het voorbeeld van een blaadje spinazie? In een blad spinazie zit heel veel ijzer, heel veel beta-carotene, astaxantine in. En dat zal ervoor gaan zorgen dat de kleur van jouw maanvissen gestimuleerd wordt om zoveel mogelijk tot hun recht te gaan komen. Dat groenvoer kan er dus voor zorgen dat jouw maanvissen heel mooi gaan kleuren. Qua gezelschap voor de maanvis heb je op zich wel redelijk veel keuze, maar je moet er rekening mee houden dat de maanvis een cyclide is en een cyclide wil ook zeggen dat er een navenant karakter is. Een maanvis of een scalaar zal wel vrij agressief zijn als het gaat over zijn of haar territorium. Het zijn dus territoriumdieren. Zorg dat je daar rekening mee houdt. Het zijn ook dieren die, zoals de meeste cycliden, kunnen gevaarlijk zijn om jouw bijvissen te gaan aanvallen. Wanneer je dus maanvissen zitten hebt en je beslist van ik zou er graag wat kardinaaltjes bij hebben, zorg alsjeblieft dat jouw kardinalen meer dan groot genoeg zijn of het zou kunnen het meest dure levend voer zijn wat je al ooit hebt gegeven aan jouw maanvissen. Als ze binnen een territorium komen, die nieuwe kardinalen, dan gaan ze gegarandeerd in de mond verdwijnen. Dus noods in 1, 2, 3, 4, 5 keer. Dit gezegd zijnde, wil je ze gaan samenhouden met andere cycliden, dan kan dat op zich prima. Wil je ze gaan samenhouden met een kardinale neon tetra, een rood tetra of whatever, op zich kan het zeker en vast. Gouramis zou ik gaan afraden, omdat die borstprieten zo verrukkelijk eruit zien en het zou wel eens kunnen zijn dat die borstprieten vrij snel ingekort worden dankzij de maanvis. Maar het zou op zich nog kunnen als je zorgt voor een goede verdeling van een territorium. Discus kan ook perfect. Dit is iets in tegenstelling tot wat heel veel mensen zeggen dat het niet zou kunnen. Jawel, het kan perfect. Er zijn wel een aantal aandachtspuntjes die daarmee dan gepaard gaan. Wanneer je maanvissen en discussen samenhoudt, hou er rekening mee dat je
twee redelijk territoriale diertjes naast elkaar gaat zetten, maar met dat verschil dat de ene een snelle eter is, de maanvis, en de andere een trage eter is, de discusvis. Je moet er dus zeker en vast bij het voeren, als je die twee combineert, voor gaan zorgen dat jouw maanvissen genoeg gegeten hebben, maar dat ook jouw discussen genoeg gegeten hebben. En die laatste zal altijd het onderspit delven wanneer er een tweestrijd is tussen maanvis en discus. Maar het kan prima samen, met jij als houder daar iets of wat rekening mee houdt. Tot slot hebben we natuurlijk nog de kweek van de maanvissen. Kweek van maanvis is op zich niet zo moeilijk en ik kom er zo meteen op terug. De kweek van maanvissen is op zich niet zo moeilijk. Wanneer jouw maanvissen zich goed voelen, gaan zij gewoon spontaan afzetten in de bak. Ze gebruiken daarvoor fijne bladeren, fijne stukken tak, verwarmingselementen, legkegels, noem maar op. Gewoon eender waar ze ook maar de plaats vinden om eitjes te gaan leggen, gaan ze ook die eitjes leggen. Wanneer het vrouwtje gepasseerd is om de eitjes te leggen, zal de man onmiddellijk daarna ook passeren om die eitjes te gaan bevruchten. Eenmaal de jongen uitgekomen, zal het proces eigenlijk nagenoeg vanzelf gaan in die zin dat de ouders een hele goede broedzorg hebben. Ze gaan hun jongen, ook hun eitjes, maar vooral hun jongen, gaan beschermen tegen indringers zoals bijvoorbeeld de bloedlustige andere vissen in het aquarium die wel een klein stukje vis lusten. Maar ze gaan er ook voor gaan zorgen dat ze hun jongen zoveel mogelijk begeleiden naar een plaats waar er veel voer te vinden is. Ik kan eindeloos doorgaan over de kweek van maanvissen, maar eigenlijk zal ik het hier gaan afronden. Ik ga zeggen waarom ik het hier ga afronden, het kweken van maanvissen. Omdat volgende week zondag kweek van maanvissen een volledige video eraan gekoppeld gaat. In die video heb ik dankzij kok Klaassen een heleboel mooie, fantastische beelden gekregen, dag per dag. Vanaf ei tot aan larve die begint rond te zwemmen. Schitterende, magnifiek mooie beelden. Wanneer deze video daadwerkelijk online is, volgende week zondag is in dit geval zondag 28 oktober. Dus als het na zondag 28 oktober 2018 is, dan zal de link, als ik het niet vergeet, hieronder in de beschrijving ook komen van deze video. Zodat je onmiddellijk kan gaan kijken naar het gedeelte kweek van de maanvissen. Dan rest mij alleen nog maar een besluit te geven over de Pterophyllum scalar. Het karakter van de maanvis heb ik al een paar keer aangehaald. De maanvis is een cyclide die ervoor zorgt dat zijn territorium bewaakt wordt. Hij kan dus vrij agressief uit de hoek komen, kan heel snel zwemmen, kan heel hevig zijn tegenover andere vissen. Kleine vissen zullen ongetwijfeld het onderspit gaan delven en zullen opgegeten worden of op zijn minst flink verminkt worden door de maanvis. Verder is de maanvis een groepsdier. Ja, ik weet het, in de winkel durven ze jou verkopen per 2 stuks of zelfs per 5 stuks, maar persoonlijk vind ik 5 stuks nog veel te weinig om echt te gaan spreken van een groepsvis. Hoeveel moet je er gaan houden? Mijn mening, minstens 7, liefst 9 en als het een beetje kan, nog een stuk meer. Hoeveel moet je er gaan houden in jouw aquarium? Eeuwig discussiepunt, ook daar zijn heel veel verschillende meningen over. Mijn eigen mening is vrij eenvoudig. 3 maanvissen per 100 liter. Heb je een aquarium van 300 liter, 9 maanvissen. En dat vind ik eigenlijk ook bijna het minimum. 300 liter voor jouw maanvissen in te gaan stoppen, dan komen we ongeveer op die 120 centimeter bak uit. 300 liter, 9 maanvissen, heb je een mooie groep, haal je op dat vlak heel weinig problemen hebben. Ze zullen niet met te weinig gehouden worden. De groepsdrang is en blijft een van de belangrijkste dingen bij het houden van een maanvis. Besluit van de maanvis, een hele mooie, hele leuke vis die heel vinnig kan zijn tegenover anderen of zelfs tegenover soortgenoten. Heel territoriaal is aangesteld, dient minstens in een groepje van 9 vissen gehouden te worden. De kweek van de maanvis is niet zo moeilijk en er volgt een video waarin dit heel hard in detail wordt gebracht. Qua voeding zijn ze helemaal niet kieskeurig. Als het in hun mondje past, dan is het oké voor hen. Waterwaarden ook, daar zijn ze vrij ruim over. Dus eigenlijk echt geen moeilijke vis om te gaan houden. Behalve misschien dat hij een af en toe een rotkarakter heeft, maar dat rotkarakter kan zo mooi
overkomen als je zelf zit te kijken naar jouw aquarium. Ik hoop dat je iets hebt bijgeleerd over de maanvis of de Pterophyllum scalar. We zien elkaar ongetwijfeld in een volgende video terug. Ik wens jou verder nog een fantastische dag toe. En ik wil jou nog even herinneren, vergeet zeker en vast niet te abonneren op het kanaal en te klikken op dat duimpje omhoog. Fijne dag nog. Dag.